Jongens, welkom bij het nieuwe Gamersnet en welkom bij Gamersnet Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken met betrekking tot games. Dagje later op YouTube, maar daar hoef je helemaal niet meer te kijken, want Gamersnet is tegenwoordig fucking responsive, fucking goede player en we hebben tegenwoordig alles. Alles en Gamersnet Gear gaat door. En Gamersnet Gear gaat door, we hebben een product van Nederlandse bodem. Yay! Woehoe! Ting One. Woehoe Ting One. Een keyboard. We hebben een keyboard streak van ongeveer 35 keyboards de afgelopen weken. We hebben hier weer één. Dat was nou mijn dopje. We hebben hier weer één, de Wooting One. Tom, vertel ons, wat is het? Het is een analoog toetsenbord. Ik zei het al in de unboxing. Het is zeer simpel een toetsenbord wat niet digitaal een eentje of een nulletje uitstuurt als jij een toets aandrukt. Maar het is er eentje die analoog berekent ook hoe ver je de toets indrukt. En dat wil dus zeggen dat elke schakelaar heeft zeg maar 255 drukpunten. Dus in plaats van aan of uit, klik in of klik uit, is het dus dat hij helemaal voelt van oh, je toetst hem zo ver in. En dit is groundbreaking, vooral voor gaming jongens, want controllers hebben dit natuurlijk al jaren. Als je zeg maar je trigger zeg maar een beetje indrukt, dan gaat je auto, bijvoorbeeld in Forza of in Gran Turismo, gaat hij een klein beetje versnellen. En als je hem verder indrukt, gaat hij meer versnellen. En dat kon nooit met een toetsenbord, tot nu. De toekomst is hier. Ja, nou, het is wel, je zegt de toekomst is hier, natuurlijk een beetje grappig, maar ik vind het wel leuk dat dit daadwerkelijk probeert een soort van revolutie gaande te krijgen onder de toetsenborden. Want in wezen is het heel niche en is het heel specifiek en lang niet iedereen zal er heel veel baat bij hebben. Maar voor de gemiddelde gamer is dit gewoon echt heel erg fraai. Dat je denkt van, we gaan vooruit jongens, het is niet alleen maar een eentje of een nulletje. Elke toets wordt gewoon een analoge trigger eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk best wel tof. Hoe werkt dat? Trouwens, wat ik heel leuk vind, is natuurlijk een Nederlands product. Ja, dit wordt gemaakt door 3 Nederlanders. Dit ze zijn nog steeds een start-up, maar dit was een crowdfund project. De Wooting One is een crowdfund project. Daar hebben ze een jaar of 2 over gedaan. En nu komen ze ook met een Wooting 2. Want waarschijnlijk heb je het al gezien dat dit 10 keyless is. Dus er zit geen numpad zit erop. Dus het is een wat kleiner model. Ze komen nu ook eentje met de 10 keys erbij. Dus dat is de tweede editie. Maar ze gaan nu wel lekker daar. En het is dus engineered in the Netherlands, maar made in China verder. Maar je kunt wel zeggen, het is een Nederlands product. Het is gewoon een Nederlands product. Goeie handel. Hey, dat is vet. Hoe werkt dit in games? Want jij hebt nu daadwerkelijk een race game waarschijnlijk gespeeld met je toetsenbord. Ja, nou ja, vooral shooters vond ik het heel fijn bij. Dat je kan sluipen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld dat je rustig kan lopen in PUBG. Dat je geleidelijk aan de landing in kunt zetten. Dat je natuurlijk ook gewoon in de auto's gas kan geven of wat zachter rijden. Hard op de rem, zacht op de rem. Dat is heel erg fraai. Maar het is wel een toetsenbord waar je echt voor moet gaan zitten. Je moet het wel even gaan tweaken. Want het is niet zo dat het automatisch werkt in alle games. Hij zendt verschillende signalen uit en jij moet helemaal gaan tweaken bij welke game of bij welke applicatie je welk signaal uit wil gaan zenden. Dus wil je hem digitaal houden? Ja. Wil je dat hij X-input doet? Of wil je dat hij direct input doet? Sommige games pakken beter direct input, andere pakken beter X-input. Dus dan moet je een beetje wel, je moet er wel even voor gaan zitten. En dat is ook logisch, omdat dit natuurlijk nieuw is. Ja. Dus al die games, die hebben niet allemaal gestandaardiseerde opties hiervoor. Nee, en je ziet ook heel vaak dat als je bijvoorbeeld een soort van hybride profiel maakt, dus analoog en digitaal, dus als je hem op een bepaald moment inklikt, dan zendt hij wel het digitale signaal uit, dan heb je bij heel veel games dat ze continu hun HUD aan het switchen zijn tussen controller en toetsenbord. Want dan denkt hij, oh je bent nu met een controller aan het spelen, oh je bent nu met een toetsenbord aan het spelen. Dus zo herkent een game of jij een controller hebt. Ja, of hij analoge input vindt. Wat maar vet. Goed, je kunt natuurlijk dus ook instellen dat op een bepaald punt dat hij dus ook de digitale letter gewoon door gaat sturen. Wat heel erg is ook van, dan moet je helemaal tweaken wat je wil. Ja, oké. Okay. Ja. Ik weet heel veel mensen die Games at Gear kijken, die vinden dat leuk. Ja. Hey luister, laten we even hebben over de switches. Ja. Want het zijn custom-made. Ja, dit zijn soort van hybride varianten op de FlareTag-switch. Die we bijvoorbeeld ook zagen bij de Zowie Celeritas. Die hadden hem optisch gemaakt. Dit is een unieke uitvoering van Wooting zelf in samenwerking met FlareTag. Waarbij ze dus zeggen, wij gaan hem analoog gebruiken. Dus het is een primeur. Het is de enige zeg maar, switch die hem ook analoog opmeet. En het zijn wel hele soepele switches. En het leuke is, omdat je al zoveel aan het tweaken bent, je krijgt er een paar andere switches bij. Dus je hebt ze allemaal zeg maar lineair, dus er zit geen klikje in, er zit geen bump in. Maar je krijgt een aantal klikkies krijg je erbij en die kun je dan zelf mooi met een armpje kun je gewoon die andere switches erop zetten. Dus niet alleen keycaps vervangen, maar ook de switches zelf zijn hybride, soort van on the fly swappable. Dat is wel echt heel tof. Dat is echt heel gaaf gedaan. Ik schrijf heel vaak mijn eigen naam alleen graag met klikjes. Ja, precies. En de rest niet. Maar dat is wel heel mooi dat je kan zeggen van ik wil het hele toetsenbord wil ik lineair, maar ik wil WASD klikjes of zo. Dat is fijn dat je dat kan doen. Je krijgt er 8 bij, echt 8 extra switches. Leuk man, leuk gedaan. Hij is volledig verlicht ook. Ja, tuurlijk, hij heeft gewoon een RGB. Hoe is de software? Kun je allemaal goed instellen? Want dat is dan belangrijk. Als je veel moet instellen, moet je goede software hebben. Ja, hij heeft zijn eigen Wootility app, die ik wel goed bedacht vond op zich. Goede Wat is het toch met Nederlanders en woordspelingen?
Thanks jongens dat jullie dit de internationale markt opnemen. Nee, de Wootility app is, hij is gewoon strak. Hij is niet dat je denkt van wow, super fancy. Maar hij brengt je waar je naartoe moet. Dus je kunt alles instellen. Je hebt 4 profielen, 1 digitale, 3 analoge. Nou, dan kun je helemaal zelf instellen wat je met al die profielen wil. Lichtjes kun je mooi instellen. Er zijn een aantal lichteffecten. Je hebt zelfs een aantal dingen waarmee de lichteffecten vertolkt worden na, of de druk vertolkt wordt na een lichteffect. Dat is echt next level. En je kunt allerlei profielen opslaan en ook dan converteert hij een soort van friendcode. En die friendcode kun je van iemand anders invoeren en dan krijg je automatisch dat profiel wat hij downloadt. Heel netjes gedaan, want zo had ik dus al bijvoorbeeld heel snel een Sea of Thieves profieltje wat ik van het internet kon halen. En eentje voor PUBG en zo heb je voor heel veel games heb je er eentje. Je hebt er eentje voor Dirt, je hebt er eentje voor Forza. Dat is allemaal best wel netjes gedaan. Ik vind het echt heel mooi. Het is gewoon een heel compleet keyboard. Het heeft alles eigenlijk. Nou, geen USB pass-through? Nee, geen USB pass-through, maar wel gewoon kleine dingetjes als je kan netjes kabeltje managen. Die ook detachable is trouwens, dat zien we ook te weinig. Hij is detachable, hij is mooi gewoven. Dus het is een heel compleet toetsenbord. Het was een start-up. Of een Kickstarter. Kan je hem gewoon kopen? Ja, hij is nu ook gewoon in productie. Kun je hem dus gewoon halen. Kost die? De richtprijs voor het mooie model, het premium model, is €180. Maar tegenwoordig is hij wel al €30 afgeprijsd gewoon vanuit Wooting zelf. Omdat natuurlijk ook de Wooting 2 eraan komt. Ja, maar 2. Ik vind het een goede prijs. Het is stevig. Het is een stevige prijs, maar het is wel een exclusief product. Made in Holland, Maker's Proud. Ja, nee, dat zeker. Je kunt zeggen van nou, dan is misschien het plastic niet mooi genoeg. Of dan wil ik een aluminium basis. Of ik wil allerlei mediatoetsen erbij. Dat doet het niet. Je betaalt gewoon keihard voor die analoge switch. En als je iets hebt met input, als je iets hebt met controllers, het debat tussen controllers en toetsenborden, dan is dit een soort van heel apart product waarvan je wel ook begrijpt van oké, daar betaal je een aantal tientjes meer voor. Maar dan heb je wel iets super unieks, made in Holland, sense and simplicity. Ding, ding. En mocht je verdwaald zijn van of tweakers, dan hou je hier sowieso van, want jij tweakt. Hey! Nice. Jongens, wijs bedankt voor het kijken naar deze eerste Games at Gear vanaf onze nieuwe studio en de nieuwe website Games at versie 6. Mocht je het kijken via YouTube, ga alsjeblieft kijken op onze nieuwe website gamesat.nl. We zijn er super trots op. Hij is responsive. Alles werkt weer. Je kunt reageren, je kunt vette dingen doen. Vette prijzen winnen. Want dat doen we ook. Geef het niet meer weg via YouTube, alleen via games.nl. Hoppa, streng zijn. Mocht je echt alles willen weten over dit fucking vette keyboard van Nederlandse makelij, check games.nl voor de uitgebreide geschreven review van onze Tommy. Tom, bedankt. Peter, bedankt. En tot de volgende Gamers at Gear. Tudu. Ik had een beetje het idee alsof je dacht dat er een jingle in zou komen nou. Voordat er ineens iemand met een snap-based daar staat.